Welkom bij het weekoverzicht van 010 Nu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. Vreewijkers kunnen hun wijkhuis niet meer in. Door een huurverhoging van de nieuwe eigenaar van het pand kan de huur niet meer betaald worden. Gevolg, een dichte deur voor de wijkbewoners in hun geliefde buurthuis De Brink. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En de emoties in de wijk die zijn er ook naar. Ik bedoel, de ene trekt zijn wenkbrauwen op, maar de andere is gewoon woedend over wat de situatie is. Vreewijkers zijn boos. Boos, teleurgesteld en verdrietig omdat hun buurthuis, De Brink, al een paar weken gesloten is. Wij zijn op pad gegaan en hebben een aantal betrokken bewoners gevraagd naar hun mening en wat er aan de hand is. Als er een plek is die als middelpunt zou moeten dienen, dan is dat De Brink. Het ligt centraal in de wijk. Iedereen kent het. En dat zou eigenlijk de as, de spil van het hele gebeuren moeten zijn. En het is eeuwig zonde als dat verloren zou gaan. Er werd hier gegeten, gedronken, gebingo'd, kinderactiviteiten. Thuis op straat was hier nog bezig met van alles. Volgens mij nog de carnavalsvereniging. Ik zag hier toch altijd wel veel mensen zitten in de ontmoetingsruimte. Ergens tussen 2009 en 2016 is het verkocht. En het was dus ooit, 98 jaar was het maatschappelijk bezit. En ineens was het van twee vastgoedjongens. En nu staan we voor een pand wat, nou ja, je kunt het zien, heel slecht is onderhouden. En er is gedoe over de huur en ik snap er helemaal niks meer van. De nieuwe eigenaar van het pand, een advocaatkantoor, heeft de huur met 50% verhoogd. Hierdoor is het pand te duur geworden voor organisatie Humanitas, die beheerder van het pand is geworden. Jannie Kok, een buurtbewoner die in de zaak is gedoken, kon ons vertellen wat de laatste ontwikkelingen zijn. Nou, dat is een besloten bijeenkomst of twee besloten bijeenkomsten geweest met de partijen. Dat zijn WMO Radar, Humanitas, de gemeente en die advocatenkantoor. Voor zover ik daarin geïnformeerd ben of me heb laten informeren, ja. En zolang die gesprekken nog gaande zijn, dan kun je zeggen van er worden in ieder geval moeten daar piketpalen worden geslagen, zo heet dat. En als dat gebeurd is, dan kan er worden bepaald van jongens, wie gaat nu werkelijk die kar trekken? Voorop staat dat het een welzijnsfunctie moet blijven. Dus als de twee beleggende advocaten daar Jap Jum willen gaan vestigen, dan gaat dat dus niet gebeuren. Er valt met het sluiten van De Brink een plek weg die van belang was voor de Vreewijkers. En de toekomst is onzeker. Ik zou graag zien dat de heren eigenaren zich realiseren wat voor impact het heeft op het welzijn in deze wijk. Kijk, het is een wijk die sowieso al op kantelen staat waar het gaat over het sociale neergang of opgang. En we kunnen dit echt niet gebruiken. Je moet gewoon, het welzijnswerk moet gewoon actief blijven. Maar het eerste wat we willen is dat De Brink open gaat. He, dat de activiteiten weer hier kunnen plaatsvinden voor de Vreewijkers. Dat is het allereerste wat er gewoon nu moet gebeuren. Ondanks of het nou wel of niet al opgelost is of niet. Nee, dat is het belangrijkste. Als partijen ruzie willen zoeken met elkaar, moet dat niet ten koste van bewoners gaan. Dat is dus het belangrijkste. Nikki C. is het zat om telkens stilstaand blik in de stad te zien en besloot er wat aan te doen. Met zijn team bouwde hij een app waarmee je auto's kunt delen. Dat idee maakte van hem een van de 50 ondernemende talenten van 2018 volgens het Financieel Dagblad. Nou, welkom. Dit is het hoofdkantoor van Juve, ons tijdelijke kantoortje. Ons nieuw kantoor dat wordt nu nog gebouwd. Dus jullie komen precies in een heel mooi start-up kantoor terecht. Waar we noemen het onze tijdmachine, de jaren 90. Het tegendeel is waar. Niets is minder jaren 90 dan waar ze in dit kantoor mee bezig zijn.
Met het idee om auto's te delen staan ze dan ook in de top 50 van talentvolle ondernemers in het Financieel Dagblad. Als start-up ben je vaak avonden, nachten aan het werk. Heel veel grijze haren erbij volgens een vrouw. Dan is het wel leuk om dat soort erkenningen te krijgen. En volgens velen ook terecht. Dus we zijn echt heel blij mee. Je downloadt de app, je reserveert een auto. En om in te stappen hoef je alleen maar naar rechts te swipen en dan gaat de deur open. Dus het is een soort autodate. Ja, ja, precies. Het Tinder voor auto's. Ja, ik ben hier aangenomen als growth hacker. En dat is eigenlijk dat je op slimme manieren data gebruikt om je userbase te groeien. Ik heb zelf ook niet zo gek veel met auto's en ik zie mezelf niet zo snel een auto kopen. Dus ik dacht van ja, dit is perfect voor de toekomst. Bevestig je de reservering en dan staat hij bij reserveringen. Dan staat hier hoe we naartoe moeten lopen. Nou, hij staat nu aan de overkant van de straat, of nou, zelfs hier om de hoek. Dus dat is niet zo ver. En dan kunnen we de reservering starten. Dan zou die daar ergens moeten staan. Precies om het hoekje. Ja, ik zie hem al. En daar ging hij. Eigenlijk vinden wij dat gewoon heel veel auto's in Rotterdam onnodig, nou in Rotterdam eigenlijk, hè, ook in elke stad op de wereld eigenlijk onnodig lang stilstaan. Auto's worden maar 1 uur per dag gebruikt. En dat is heel verzonnen, want we willen allemaal meer ruimte in de stad voor terrasjes, voor woningen, voor winkels, noem maar op. En niet voor al het stilstaande blik. Vanaf 1 februari starten ze officieel met hun idee. Dan zullen er meerdere auto's via de app beschikbaar zijn om in te stappen. En nog verder de toekomst in zal het zo zijn dat al onze auto's, de auto in het algemeen, en daar gaan wij voor zorgen, voor het eerst in 100 jaar kunnen gaan bijdragen aan het milieu. En dat doen we omdat in de toekomst vrijwel elke auto elektrisch zal zijn. Nou, daarmee kunnen we dus eigenlijk de auto een soort van energiesysteem van de stad maken. Een auto als bijvoorbeeld deze auto, waar we nu in rijden, die kan een huis 3-4 dagen lang van stroom voorzien. Door middel van ons reserveringssysteem weten we precies hoeveel stroom we uit de auto kunnen halen, maar ook bijvoorbeeld wanneer we een auto moeten opladen. En dan heb je eigenlijk auto's in de stad die dus energie leveren aan alle gebouwen in de stad. Ik sluit zo door dit af en dan is de auto weer beschikbaar. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag, staan er 2 teams klaar om naar psychiatrische crisissituaties in Rotterdam te gaan. Niels Mulder is onderzoeker aan het Erasmus MC als bijzonder hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij onderdeel van de crisisdienst. Wij lopen een dag met hem mee. Hallo, oh, ik snap ze zo wel. Nou, u bent hier opgenomen. U zit hier ook in een isoleercel, hè? En we willen graag weten hoe het met u is. En waar u aan denkt, waar u eventueel bang voor bent. Want we hadden begrepen dat u zelfs zo bang was dat er iemand misschien u wilde vermoorden. Klopt dat? De crisisdienst gaat 7 dagen in de week, 24 uur per dag, naar meldingen van onder andere politie en huisartsen van patiënten die in psychiatrische crisissituaties zitten. Wat we het meeste zien zijn mensen die, met wie het zodanig slecht gaat dat ze zichzelf zo slecht voelen dat ze een einde aan hun leven willen maken. Soms zijn het ook lichtere crisissen en die proberen we de crisissituatie een beetje op te lossen of te stabiliseren en iemand de juiste vervolghulp te kunnen aanbieden. In december trok de Rotterdamse politiechef Frank Pauw aan de bel over de grote hoeveelheid meldingen over verwarde mensen die de politie krijgt. In 2011 waren dit er 40.000 en dat aantal is bijna opgelopen tot 75.000 meldingen per jaar. Het aantal gevallen in de crisisdienst blijft verbazingwekkend genoeg gelijk over de afgelopen jaren. Terwijl tegelijkertijd de politie wel zegt dat ze meer wat we dan noemen verwarde mensen op straat tegenkomen, is het toch niet zo dat we nou in de crisisdienst echt meer mensen zien. Dus de politie vertelt er ook over dat ze misschien meer in de preventieve sfeer optreden en eerder handelen, waardoor wij ze misschien niet zien in de crisisdienst. Het eerste huisbezoek is bij een vrouw waarvan beoordeeld moet worden of ze gedwongen opgenomen moet worden. De vrouw heeft waanbeelden en vertrouwt mensen niet. De crisisdienst wordt bij dit huisbezoek ondersteund door een case manager en de politie. Dus, ze is gewoon heel erg in de war. En in de eerste paar minuten van het gesprek presenteert ze zich heel redelijk. En dan langzaam maar zeker wordt de inhoud van wat ze zegt wordt steeds gekker. Okay. Ja, en ik weet dat ze het risico loopt in huis kwijt te raken. Omdat er schulden zijn ontstaan die ze niet accepteert, die ze dus niet betaalt. Beslag is gelegd op de huurtoeslag. Het huisbezoek gaat niet door, want de vrouw doet niet open. Dus wat we kunnen doen is dat ik dan eventueel toch een verklaring rechtelijke machtiging schrijf. En dan aan de rechter vragen of die... Dan zijn we in ieder geval een stap verder. Ja, dat is
En dan moet de rechter eventueel beslissen om die machtiging toe te kennen. En dan, als jullie dan wel haar wel een keer treffen, dan kan een opname inderdaad gebeuren. Bij terugkomst op kantoor staat de volgende melding alweer klaar. Een man zit in een verslavingskliniek, maar wil vertrekken. Er wordt gekeken of dit verantwoord is. Het is iemand die bekend is met onder andere verslavingsproblematiek. Maar onder andere ook zonder kleren aan het huis uit was gevlucht. Uit angst voor iets wat van me niet weten waarvoor hij bang was. Meneer, hoort u stemmen in uw hoofd? Nee, ik hoor geen stemmen in mijn hoofd niet. Nee? Oké. Okay. Waarom bent u zo bang? Waar bent u zo bang voor? Ja, ik word bedreigd. Oké. Okay. Maar hij gaat nu wel daar blijven? Ja, in ieder geval de komende 5 werkdagen. En dan komt er een advocaat en een rechter en die beslist dan definitief of hij 3 weken mag blijven. Ja. Het werk in de crisisdienst is enorm afwisselend. Iedere situatie is eigenlijk nieuw. Er zijn wel veel overeenkomsten tussen de situaties, maar iedere situatie op zich is toch weer heel bijzonder. Het is altijd intensief. En er zit ook altijd tijdsdruk bij. Dus er moet ook relatief snel gehandeld worden. Je moet eigenlijk altijd wel iets doen. En dat maakt het werk in de crisisdienst avontuurlijk, zou je kunnen zeggen. Rotterdam is een sportaccommodatie rijker. Maandagochtend is Zwemcentrum Rotterdam officieel geopend. In februari wordt de opening pas feestelijk gevierd, maar vanochtend waren er al enkele vroege vogels om 5:30 aanwezig om als eerste in dit gloednieuwe zwembad te springen. Als je er zo lang naartoe hebt gewerkt, we hebben echt jaren aan gewerkt met een heel team, dan is dit altijd wel een heel bijzonder moment als het echt in gebruik is genomen. Echt een prachtig mooi bad hier. Echt trots op. Nou, het is geweldig. Het is een geweldig bad. Geweldig. We hebben gelukkig al een proeftraining kunnen draaien, maar het is prachtig hier in dit bad om hier te werken. Eigenlijk voor iedereen wat. Een stukje knusheid, maar ook topsport, senior, babypeuter, gewoon iedereen. En dat vind ik zo mooi van deze accommodatie. De architect, de zwemmers, de werknemers, iedereen is maar al te blij met de opening van Zwemcentrum Rotterdam in Sjaarloos. Nabij Zuidplein is op de plek waar ooit de deelgemeente was gehuisvest, nu het Zwemwalhalla van Rotterdam en omstreken gerealiseerd. Het is heel complex geweest, omdat we in een bestaand kantoor, het oude deelgemeentekantoor hier, daar komt het precies zo tussenin. Je ziet het daar nog, de oude wanden een beetje, het oude ritme van het bestaande deelgemeentekantoor uit de jaren 50. Maar ja, het is een fantastische opgave, joh. Ik woon zelf ook in Rotterdam-Zuid, Katerbrecht, en mijn dochter gaat hier over 2 weken beginnen met zwemles. En als je van zo'n grote gebiedsontwikkeling, zo'n bijzonder zwembad, wat ook voor heel Rotterdam natuurlijk eigenlijk zijn uitstraling heeft, mag maken als Rotterdammer. Ja, dat is een enorme uitdaging. De feestelijke opening zal op 23 februari zijn, maar op deze maandagochtend zijn meerdere zwemmers al om 5:30 het water ingedoken. Daarmee is het zwembad officieel geopend en voor zowel recreanten als topsporters klaar om in gebruik te worden genomen. Elke wedstrijdniveau kunnen wat creëren, dat vind ik wel fantastisch. Dus als er een amateurploegje een waterpolowedstrijd wil spelen, die kan wat publiek op de tribune neerzetten. Maar eind maart hebben we hier het eerste interland Nederland-Rusland, dameswaterpolo. Nou, en dan verwachten we wel zo'n 1000 man in deze accommodatie. Ja. Dus eigenlijk voor iedereen wat? Tegelijkertijd was de grote ambitie van het hele plan om te zorgen dat het juist ook heel erg lokaal voor de mensen die hier tot nu toe Sjaarloos kennen, ook heel erg belangrijk is. Dus we hebben het tweede bad, een bad waar de bodem kan van bewegen, waardoor je eigenlijk alle doelgroepen, zowel bejaarden als kinderen, als gehandicapten, als allerlei andere zwemverenigingen kan bedienen. De eerste paar zwemverenigingen die op deze maandagochtend zijn gekomen zijn in hun nopjes met het zwemcentrum. Want voor hun betekent het dat ze nu ook binnen de stadsgrenzen van Rotterdam kunnen groeien en het zwemmen in onze stad echt op de kaart kunnen gaan zetten. We waren elders actief, we hadden niet op één plek badwater. We trainden in Delft, we trainden in Roelewarensveen, we trainden in Den Haag, op allerlei, in Rotterdam ook, in Rotterdam-West. Maar we hebben dat allemaal opgezegd. We zijn met de hele vereniging nu deze kant op gekomen. Onze zwemmers komen uit de omstreken van Rotterdam. Die zijn heel erg blij. Die wonen nu 5 of 10 of 15 minuten van het bad. Dus dat is super. Wij zijn een hele grote atletiekvereniging, maar met een hele kleine triathlonvereniging. We zijn niet zo bekend als triathlon.
opbrengen, maar we willen wel graag groeien. En we kunnen eigenlijk alleen maar groeien als we kunnen zwemmen kunnen aanbieden. Hardlopen en fietsen is niet zo moeilijk om aan te bieden, maar zwemmen is wel lastig om aan te bieden. Nou, dat kan nu. Dus we kunnen nu lekker gaan groeien als vereniging. 50 meter, veel banen, mooi bad. Ideale topsportaccommodatie en met alles erop en eraan. Het oude zwembad Charlo's was natuurlijk 50 meter bad. Het eerste overdekte bad van Nederland. Dus was uniek. De Olympische ploeg ging er gelijk trainen in voorbereiding op de Spelen van destijds in Tokio. Dus ja, wij gaan er alles aan doen om hier de glorie terug te halen. Dit was het weekoverzicht van 010 Nu, het dagelijks nieuwsprogramma van Open Rotterdam. Meer verhalen uit de stad vind je op openrotterdam.nl en onze social media kanalen. Volgende week is er weer een weekoverzicht. Tot maandag!